Hi, leuk dat je kijkt naar weer een nieuwe video. Vandaag heb ik iets anders dan normaal. Ik heb een unboxing. Ja, is dat anders dan normaal? Ik weet het niet helemaal. Misschien is dat helemaal niet anders. Ik heb in ieder geval een unboxing. Zoals velen van jullie weten ben ik gesponsord door Amazon Notebook. En dit is het prachtige notebook die ik heb in mijn bezit. Waar ik altijd op stream als ik niet thuis stream. En niet op mijn telefoon stream. En dit is mijn mooie, hele dunne MSI laptop. Als je meer wil weten over deze laptop die ik van MSI heb, dan moet je even in de beschrijving kijken. Daar heb ik alle details staan. Maar vandaag gaan we een unboxing doen van een ander heel speciaal MSI laptopje. Nou ja, ik zeg je, maar dat is echt een understatement. Ik heb deze meegekregen van MSI. Helaas niet om mee te spelen, niet om op te gamen, nee, maar gewoon even om te reviewen. Want volgens mij is deze echt heel sexy. Dus die gaan we even uitpakken. En dan ga ik hem aan jullie laten zien. Vandaag is ook de dag dat hij uitkomt. Dus dat je hem kan aanschaffen als je wil natuurlijk. En ik ben een van de eerste die hem in mijn handen heeft gehad. Dus ik kan eigenlijk niet wachten. Dus laten we gewoon lekker meteen deze doos openmaken en kijken hoe die laptop eruit ziet. Het is natuurlijk de nieuwe lijn van MSI, Prestige. Die heb je al heel vaak waarschijnlijk voorbij zien komen als je MSI. Oh god, yes baby. Als je de MSI social media's in de gaten houdt. En dan zal dit de laptop zijn. En dan zit er nog een doos in de doos. Ik hoop dat dit de snoertjes zijn. Dus die ga ik eventjes aan de kant leggen. En dan gaan we even beginnen met die doos klaar openmaken. Ik ga een stukje naar achter. Volgens mij kun je het dan nog beter zien. Ach, ik denk daar zit hij, maar er zit nog een zakje omheen. Maar wat leuk ingepakt. Ik bedoel, ik heb bijna het idee dat ik nieuwe sieraden aan het uitpakken ben. Oh ja, zo sexy. Oh ja, ik zie hem al, jongens. Ik zie al het randje. Oh. Dit is hem. De MSI Prestige nieuwe. En het mooie aan deze is dat hij blauw is, hè? Ik kom even wat dichterbij. Kunnen jullie meegenieten? Deze is dus, als je goed kijkt, zit er een blauw randje aan. Dus je hebt al de zwarte met een roze goud of gouden rand. Je hebt volgens mij. De mijne is dus zonder rand. Maar deze is dus ja, het MSI-logo, het nieuwe van de Prestige-lijn. En dan ja, ik wil hem openmaken, jongens. Wat zit ik nou stom te doen? Ik wil hem gewoon openmaken. Oh, zo mooi, zo sexy. Super dunne rand omheen. Ik wil hem eigenlijk aanzetten, alleen daar kunnen we niet zoveel mee doen. Want ik kan hem toch niet instellen voor mijn eigen gebruik. Dus ik laat hem lekker uitstaan. Maar de specs zijn wel even leuk om te weten. De PS, het is dus de MSI PS63. Staat PS voor Prestige? Ik denk het wel. Er zit een GTX 1050 Mac-Q in. En, heel belangrijk, een i7 processor. Wat ik heel veel doe, is dat ik op reis ga met mijn laptop. En op reis maak ik altijd veel video's. Dus dan heb ik een video-editing programma nodig. Op reis doe ik altijd het editing programma DaVinci Resolve gebruiken. En die draait op mijn laptop heel erg goed. En ja, met een i7 en 1050 videokaart draait dat gewoon lekker. Heb je snel je video's geëdit zonder problemen. Super. En daarnaast is die natuurlijk super handig voor de reizen of mee te nemen naar school of naar studie of naar je werk. Want hij is super dun en heel licht. Als ik hem nou even vergelijk met mijn eigen laptop, ja, is die iets lichter. Ja, hij is wel echt. Deze is zwaarder. En ik heb dus de MSI Stealth, niet Prestige. Dat was hun vorige lijn. Ook echt heel mooi. Deze is net iets strakker. Je ziet ook het logo zit in. In plaats van erop. Ik kan jullie de rest van de specs ook eventjes in beeld laten zien. Ga ik me verder niet te veel aan toewijden. Want dat kun je ook gewoon zien op een review website. Ik wil hem gewoon even voelen. Even aanraken. Even proeven. Nou. Nee, dat ga ik niet doen. Maar ja. Oh. MSI, ik stuur gewoon
Die oude die ik heb, oude van vorig jaar, die stuur ik gewoon terug en ik hou deze, oké? Okay? Ja, oké. Okay. Even kijken wat er in die andere doos zit, hè? Als we toch aan het kijken zijn. Want ik heb vroeger een MSI laptop gehad met een hele zware accu. Nou vind ik dit doosje al niet zwaar, dus ik ga ervan uit dat de accu ook heel licht is. Want dat is ook vervelend. Dan heb je een lichte laptop, maar dan heb je alsnog een zware accu die je mee moet slepen. Dus die moet eigenlijk ook licht zijn. Dus daar gaan we heel eventjes naar kijken. Oh ja, ze worden steeds kleiner die accu's. Dat is echt heel chill. Oh, en... heel cool. Dit is denk ik een nieuwe variant accu's. Heel tof. Er staat ook MSI op. Ik ga het plasticje er niet afhalen. Maar kijk, hier zit ook weer MSI in. En hier zit wel een reliëfje. Dus hier voel je het logo zitten. Maar ja, heel licht ook. En dan hier nog, ja, die kabel. Dit is ook, dit vind ik zo top. Dit weegt echt helemaal niks. Dit kun je gewoon in je tas stoppen en er heeft niemand last van. Ja, heb je niet extra kilo's van. Nikki, kom eens kijken. Ja, doe wel even een pet op. Of heb je je haar gedaan? Nee. Je moet even zeggen wat je van deze laptop vindt. Maar gewoon voor de film of voor mezelf? Voor mij, maar ik ga dat stukje wel in zitten. Is mooi hè, met dat blauw randje hè? Mm-hmm. Dat is... Oh, Nicky. Oh, man. Hij is zo licht hè. Hij is wel licht. Ja, hij is licht hè. Het is wel heel licht. En mooi, dat randje vind ik zo mooi hè, dat logo erin. Ja, het logo is ook wel heel mooi erin verwerkt. Best wel onopvallend eigenlijk hè. Ja, maar ik denk als je hem aanzet dat hij dan ook licht geeft, het logo. Is normaal MSI ook niet rood? Ja. Maar ze hebben nu ook een witte laptop en dan nu een blauwe. Oh. Kijk, en weinig randje erlangs. Dus hier heel veel scherm. Ja. Ja. Dat is wel mooi hè. Een oldschool lettertype, hoe noem je dat? Font. Ja. Ja. Dat als een typemachine. Ja. Ja, dat zie je niet zo vaak, nee. Want het zit kleiner dan 3-4 Ja, weet ik niet. Ik denk een muisknop of zo. Scrollen. Dat zou helemaal chill zijn. Ja. Ik vind het wel mooi. Mooi ding, hè? Het uiterlijk is goed. Ik vond hem sexy. Ja. Dankjewel. Oh, had je er let op? Ja. Nou, nou we hebben onze vingers weer lekker eroverheen verspreid. Dan kan ik hem terugsturen. Vies jij. Succes. Nee, ik zal hem even schoonmaken voordat ik hem weer inpak. Oké, eventjes een conclusie van wat ik van de laptop vind. Ik denk dat de conclusie uiteraard heel boven, bij mij er heel bovenop ligt van dit is echt een super laptop on the go. Ja, je kunt hem makkelijk meenemen. Het is licht. Hij is, deze is licht. De accu is licht. Heel belangrijk. Nou, je kunt er ook wel mee gezien worden. Ik weet dat laptops tegenwoordig echt een gadget worden en het is echt wel... een dingetje van, oh, wie heeft de mooiste of wie heeft de vetste? Nou, met deze maak je sowieso de blitz, want deze is echt fucking vet. Top! Ik vind hem echt heel leuk. Ik ben er heel enthousiast over en ik wil hem eigenlijk houden. Of de witte. Er is ook een witte versie, volgens mij van. Die wil ik heel graag. Ik weet dat Kerst en Sinterklaas net geweest is, maar MSI, als je denkt van, oh Mathia, wat wil je nou voor 2019? Wit. Die wil ik ook heel graag eens een keer vasthouden. Ik hoop dat jullie wat gehad hebben aan deze video. Mocht je deze laptop willen aanschaffen, ik zal even een linkje in de beschrijving zetten. En mocht je nog vragen hebben, laat het zeker weten in de comments, in de reacties. Daar zal ik zelf reageren en misschien zijn er nog wel wat mensen die ook verstand hiervan hebben en ook kunnen helpen. Dus mocht je vragen hebben, laat het zeker weten. Ik vond het super leuk om weer een keer een unboxing te doen. Snel gaan we dat weer een keer doen. En dankjewel voor het kijken. Geef natuurlijk een dikke duim omhoog. En vergeet niet te volgen op al mijn social media. Voornamelijk mijn Instagram ben ik heel enthousiast en actief op. En dat is Mathia TV. Dus vergeet me niet te volgen. En laat me ook weten onder mijn laatste foto dat je vanaf deze video naar mijn Instagram bent gekomen. En dan wens ik jullie een hele fijne dag verder. Tot ziens. Doei!